Imagine. Ready to create Utopia. Er zijn heel veel uitdagingen, want de focus is op meer op de oppervlakkige dingen. Vooral als een artiest waar we gaan op een dieper niveau van de menselijk, de natuur van de mens. We moeten hard werken om terug naar de basis van wat is muziek, wat is kunst. Want alles moet heel veel marketing erachter hebben. En zo, ja, de challenges, de uitdagingen van voorlopig zijn, ja, to keep it real, terug naar de basis. En ook aan de andere mensen, de kijkers, de luisteraars, aan hen constant te herinneren waarover het gaat. Ja, ik geloof het. Want ik heb altijd gehoord dat poverty, armoedigheid, begint in the mind. Poverty begins in the mind. En ook nu, we hebben de wetenschappers achter ons die zeggen dat hoe je ziet, je leven, je attitude, als je optimistisch bent, er is een grotere mogelijkheid dat alles goed uitkomt. En zo, ja, maar je goed, het gaat over focus en nog eens focus, echt waar. Ik leef 30 jaar nu uit live music optredens als een professional artist en het alles, de focus. In mijn hoofd heb ik een vast baan, ja. Ja, sommige zijn warnings van hoe het gaat met de Mother Earth. De planeet is een levende planeet. En ja, er zijn heel veel campagnes over we moeten de planeet, how do you say, redden. Save the planet. The planet takes care of itself. Wij moeten onszelf redden, want de planet heeft zoveel dingen meegemaakt zonder ons. Dat als moeder, Mother Earth heeft genoeg van ons gehad. Zij zal, she will take care of us herself. Ja. Yeah. Oh, ik denk dat er is een soort underground beweging. Het is heel klein, maar meer en meer mensen zijn bewust dat er is een connection between us. Er is een verbinding tussen onze allen. En wat gebeurt met een groep mensen in een buurt in het midden van Thailand, heeft een effect op ons ook. En ook tussen ons allen in de dichtstbij omgeving. Het is een soort ondergronding. So, ik denk dat er moeten misschien een aantal meer enge dingen gebeuren voordat het sterker wordt. Maar ik denk dat het gaat in die richting. Ja, yeah. I have faith in mankind, in the mens. Ja, het gaat person by person, mens by mens. Ik ben van geloof boeddhistisch. En ja, de basis van onze geloof is dat er is een verbinding tussen ons allen. En ja, ik ga niet van een kant naar de andere om de boeddhistische filosofie te preachen. Maar wel, ik heb heel veel studenten, jonge mensen, die moeten goed begrijpen dat er is there's a connection between all of us. Niemand is een island. En we moeten die connection goed gebruiken in de music community bijvoorbeeld. Iedereen is je broer en je zusje. En je moet goed voor hen zorgen. Want we hebben mensen in de buitenwereld die willen het alles op zijn kop doen. En zo, we moeten ons samen, veel lichaams, maar één geest, om ons sterker te zijn.